Ja, je zei toen, ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Is het jou ook gelukt? Nou, het is niet mij per se gelukt, maar met elkaar is dat wel gelukt. Want, onder jouw leiding. Ja, we gaan nou toch niet een beetje vals bescheiden zitten doen? Of nee, dat past ook helemaal niet bij mij. Maar het is ook onzin om te zeggen dat je het alleen doet. Ik heb wel gemerkt dat iedereen wilde een streep onder dat gesodemieter zetten. Ja. En het is dus zo dat de verhoudingen in de raad zijn goed. Het college draait prima, ook met de ambtelijke organisatie. En natuurlijk, het zal niet allemaal perfect zijn. Maar dit jaar hebben we geen gedonder meer gehad. Oké, maar als je zegt, we hebben dat met z'n allen gedaan en iedereen was er ook een beetje aan toe. Maar wat heb jij er dan aan bij kunnen dragen? Ja, ik heb na vrij korte tijd een vrij stevige brief gestuurd naar de Raad. En natuurlijk een kopietje naar de commissaris van de Koning die het allemaal volgt. En dan heb ik ook wel de problemen benoemd. Bijvoorbeeld het altijd over elkaar praten, maar niet met elkaar. Ja. Als wij een probleem met elkaar zouden hebben, dan moet je op elkaar afstappen. En moet je niet achter iemand zijn rug om. Of via de media of via social media op elkaar gaan zitten fitten. En dat is wel veranderd. We spreken het gewoon tegen elkaar uit. En ik merk dat iedereen is ook met frisse moed begonnen. En dit jaar, het loopt gewoon.